Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is aan handen en voeten gebonden als het gaat om het loskomen van financiën. De bewindsman sprak journalisten eerder deze week hierover, waarbij hij melding maakte van financiële middelen uit de lening van de IDB die ingezet zullen worden om zaken van AWJ te financieren. Ja, we zijn bezig daarmee. Het heeft niks te maken met vlotheid. Het heeft te maken met het beschikbaar komen van de financiën. Als elke andere minister ben ik ook aan handen en voeten gebonden aan het loskomen van de financiën. Als die er niet zijn, moeten we naar alternatieven zoeken. Voor de inrichting van beneden van Babylon zijn we ook nu bezig met onze lening die we hebben gehad van de IDB. Om te kijken als we wat middelen daaruit kunnen gebruiken om beneden alvast in te richten voor de afdelingen van, die vallen onder het onderdirectoraat arbeidsmarkt. Met name werkvergunningen en directe bemiddeling. Omdat dat toch wel afdelingen zijn die rechtstreeks in contact staan met het publiek. Daarom dat we ze ook beneden willen. En er is goedgekeurd, dat is goedgekeurd. Dus we hopen dat we binnenkort daar aan de slag kunnen gaan met de inrichting. McAndrew spreekt ook geruchten dat hij en enkele afdelingen zich nog niet hebben gevestigd in het gebouw van Hotel Babylon. Deze informatie klopt niet, omdat hij vanaf 26 maart in het gebouw zit, ondanks er nog veel gedaan moet worden wat betreft de herinrichting van het voormalig hotel.